Oké, jongens, ik weet dat jullie een pepermaaier verwachten, maar echt serieus. Dit komt net via René Kwarts, via de post binnen en dit moet nu unboxed worden. Goedemiddag allemaal en welkom bij een extra unboxing video, denk ik. Want in één keer via de post kreeg ik een berichtje van René, dat hij mij een pakketje had opgestuurd. En hij heeft me een Elite Trainer Box van de Shining Legends gestuurd. Shining Legends, dat is een beetje, ik heb het eigenlijk volgens mij over een Generations gehad, maar dit lijkt dus die Generations set te zijn van Sun & Moon, wat dus alleen maar via promo's te pakken is. Ik heb geen flauw idee wat hier allemaal in kan gaan zitten. Nou ja, ik weet, waarschijnlijk zijn het Legends, de mensen, daar ga ik wel van uit. Maar ik heb echt geen idee dus. Ik ben zeker heel erg nieuwsgierig, dus ik ga hem snel openmaken. Dus ga maar eventjes alvast naar de mooie evenmat toe. Want dan hebben we het meestal alvast gelijk. Dan kan ik hem jullie heel eventjes in het groot laten zien. Moet je kijken, dit ziet er toch zo erg uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, belichting, de zon schijnt, hoe is het mogelijk? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat deze nou uit zou aankomen. Want ik kan zo snel zo gaan unboxen, maar blijkbaar gaan we hem dus heel erg snel unboxen en een beetje naar voren gaan zitten. Want de bank zit maar vol met Eevees. En dan ben ik zeker heel erg nieuwsgierig naar de poster die er dan natuurlijk in zit. Dus. En dit is een beetje een spoiler wat erin kan zitten, dus wie wil dat boekje? Niemand wil dat boekje. Dat boekje leggen we gewoon netjes daar neer. Dat gaat gewoon netjes terug. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de poster, dus ik wil deze heel voorzichtig openmaken. Dat kan maar. Hier staat altijd nog de binnenkant. Altijd heel voorzichtig hier. Hey. Een beetje los trekken, want dat zit hier op een veilige manier vast. Dan kun je dan zo met je vinger zo. Hop. Wauw. Oké, ik ga het wel even proberen jullie een beetje zo te laten zien. Weet je waar, we gebruiken gewoon heel eventjes de andere camera. Slag maar weer eventjes terug en dan ga ik gewoon heel eventjes naar de andere camera toe. Dat is iets groter en iets makkelijker. Ik bedoel, Shiny Rayquaza, Shiny Mew. En dan wil ik even zelf ook spieken. Ik zie een Shiny Mewtwo en een Shiny, ik heb geen idee wat het is, want ik ben echt niet van de laatste generaties. Genesect? Geloof ik? Ik weet het niet zeker. Maar goed, we terug even naar de andere camera. Sorry, Eevee. Moet ik zeggen, even anders heb je allemaal een nickname gekregen. Maar dat zijn zeker awesome. Zeker mooi om aan je muur te hangen. Dus dit kan zo natuurlijk eventjes af. Dit ken ik ook eventjes, want dat is allemaal troep. Dit is allemaal troep. Och, wat zit dit er allemaal toch weer mooi uit. Oh, dankjewel René. Mocht dat in beeld zijn geweest, dan is dat nou geblokkeerd. Zo, oh boy. Alles valt hier op de grond. Omdat het helemaal hier vast zit. Oké, nou, ik ga gewoon heel even de pakjes zitten hier allemaal. Als het goed is, zijn het er weer 8. Tenminste, daar ga ik wel van. Oh, er zit een promo in. Er zit een hele mooie. Oh, het zijn er meer zelfs. Zijn het er meer? 1, 2. Wat is dit? Oh, dat zijn de Jackdans. Nevermind. Die gaan daar eventjes neer. Hele mooie Ho-Oh sleeves, net zoals dat de promo pack liet zien. Oh, die zijn altijd zo mooi. Die leg ik ook eventjes aan de kant. Eens even kijken, de energiekaarten, 9 stuks van elke kleur. Dat zit er ook altijd bij. Damage indicators. Zeker is nice. Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer dat deze niet echt heel doorzichtig zijn, maar gewoon tot ze de zwarte kleur hebben. Niet echt een sparkle effect, maar dat maakt niet zoveel uit. En ik heb hier toch nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er zitten er hier gewoon 10 in. Je hebt gewoon 10 Shiny Legends. 10. Oké. En natuurlijk ook een hele leuke box om je kaarten in te maken. Waar ik wel blij mee ben, in ieder geval met, ik het setje dan makkelijk weer mee kan nemen. Maar goed, ik zal deze even hier neerleggen. En wat is onze promo kaart dan? Niks anders. De Shiny, of ja, Shining, Shiny Ho-Oh. Die ziet er zeker nice uit. Ik doe hem gewoon in de ding laten, want er zit maar één kaartje erin zit. En hij zit al een beetje verbogen, hij is jammer genoeg. Maar ja, hij is echt heel erg mooi. Ik bedoel, kijk naar die art. Die art is echt geweldig. En dan kan hij even kijken. Coolowing, if this Pokémon is your active Pokémon and is knocked out by damage, when not open it, move up to 2 basic energy cards from this Pokémon to your bench Pokémon in any way you like. Zeker wel erg handig. En Fire Blast 110 damage. 4 energie en dan moet je de energie van deze Pokémon afhalen. Beetje als de Charizard, waar we de laatste tijd nog heel erg vaak over praten. Als ik erover denk. Ik moet echt wennen aan dat ik een facecam erbij heb ondertussen. Zeg. Maar goed, het allerbelangrijkste. Wat gaat er in die pakjes zitten? In het boekje, dan kijken we dadelijk wel. Want we kunnen er zoiets van vinden. Maar ik vind het leuk om heel eventjes gewoon nu erin te duiken. Geen idee te hebben wat we gaan vinden. Dan wordt deze video ook ietsje langer als dat we gewend zijn. En ik heb echt geen idee.
geen idee wat hier dus allemaal in te vinden is. Ik weet nog niet eens of we... Of er nou 3 van achteren of 4 van achteren. Het is Sun and Moon. Dus ik ga voor 4. Als het fout is, dan hebben we al gelijk een... Oké, nee, het is 4. Het is 4. Oké, goed zo. Oké. Kan altijd zonder fout gaan. In ieder geval Fighting Energy. Leapheart. Energy Retrieval. Die is ook weer terug. Glurk. Breloom. Oh, kijk die art. Echt geweldig. Lavesta. Het lijkt er een beetje op dat er een beetje kaarten tussen zitten van andere sets. Tenminste dat, dat er een beetje reprint tussen zit. Beginnen we al groot. Ik ben te vroeg daarmee. Tot die first hand. Go net en... We beginnen met een groot, jongens. En het is volgens mij ook nog eens in de keer de volgende. Oh mijn god. Volgens mij zit er vooruit. Holy snijkvogels. Check die art. Wauw. Eerste pakje dat we openmaken. Full burst. 30 keer. This attack does 30 damage. Amount the energy attached to this Pokémon. Super absorption. Heal 30 Pokémon. En Psy Strike GX. This attack damage isn't affected by the effects of your opponent's active Pokémon. En die doet 200. Wauw. Deze is zeker heel erg nice. Nou, ik zal heel eventjes weer een beetje proberen mijn kaarten even netjes aan neer te houden. Deze komt natuurlijk ook even mooi in beeld. En als ik deze nou heel eventjes hier neerleg, dan heb ik tenminste eventjes de ruimte om iets neer te kunnen leggen. Want ik heb een beetje beperkt ruimte, want dat was de vorige keer ook zoveel. Maar gelijk beginnen met de shiny Mewtwo. Al moet ik zeggen dat Mewtwo er niet shiny uitziet, maar wow. Als ik eentje echt zou willen, willen is het wel goed. Als ik eentje echt in mijn collectie zou hebben, laat ik het dan zo zeggen, dan zou dat toch echt wel Mew EX zijn. Dus, want Shiny Mew is gewoon geweldig. Dus, in ieder geval. We hebben een lieve energie, we hebben een Electroad, altijd leuk. We hebben de Pokémon Breeder, we hebben Spiritomb, we hebben Litten, die gewoon bezig is met zijn eigen zaken natuurlijk, altijd leuk. Quillfish, Shrewish. Golette, die komt toch best wel vaak voor, want daar hebben we de reverse holo daar trouwens liggen, dus we hebben Purloin, ik ken het niet uitspreken, dus ik ga het nog niet eens meer proberen. Reverse holo Shroomish, en gaan we gelijk verder met Nout. Nou, jongens, holo rare Shaymin, flippity flap, shuffle your hand to your deck, then draw 6 cards, die kan heel erg handig zijn. Rally back, if any of your Pokémon were knocked out by the damage from an opponent during attack, this attack does 90 more damage. Nou, dat is mooi eigenlijk om kaarten te trekken. Ik bedoel, deze die is zeker heel erg nice. Oh, jongens, kijk hier. Oh, dit is awesome. Alleen al die... Ik ben normaal gesproken niet zo van de Legends, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want ja, Legendaries vind ik een beetje van... Ze zijn leuk tot ze er zijn, maar ze worden mij een beetje te vaak gebruikt in competitive met wedstrijden. Waardoor dat de andere Pokémon gewoon een disadvantage hebben. En deze die is dichtgelijnd met Super Light. Snap te voelen. Dat vind ik dan een beetje jammer, maar ik bedoel, in de training card game, daar valt het op zich eigenlijk best wel mee. Dus... Oké, 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Goed, we beginnen weer met vuurenergie, dat is altijd leuk. Great Ball, Pokémon Casting, zie je wel een beetje reprints. DCE, altijd leuk. Krokena, Pikachu, die heeft een oorzaak zo plassen. Ekans, het zou leuk zijn als er ook evoluties in zitten, maar ik heb dus geen idee of hier dus gewoon de normale Eevees of gewoon de evoluties in zouden zitten. Zorua, Buizel, Pokémon Casting Reversed, hallo, en gaan we nog een keer uit dan. Raikou, jongens, echt serieus, we trekken de ene naar de andere. Holo Rare Raikou, Booby Thunder. Het is een energy, een Storm Energy card van de discard pile to one of your bench Pokémon. En een electric ball voor 90. Oh, deze die zijn zo nice. En ze zijn allemaal shiny. En nou heb ik dat nummer van Goala weer in mijn hoofd. Oh, jongens, dit is zo awesome. Oké. Deze pakjes zijn echt... Ze zitten echt vast met Superlight, dit verzin je niet. Zo. Oké. Goed. Die kant op. Oké, we hebben Bulbas. Oh, wacht. Ik ben helemaal vergeten de rommel op te ruimen. Zien jullie daar? Stoute ik. Bulbasaur. Torkoal. Ivysaur. Venusaur. Nee. Killfish. Shroomish. Litten. Wacht even. Litten is... Deze Litten is reverse holo.
Hoezo zit deze Liturgy First Hollow er zo in? Hoezo? Hoezo zit... Hé? En we hebben jou zo nog in. Oh, ik heb die vier van de bek gedaan. Oeps. Oh, ik ben een dummy. Ik ben een dummy. Ik heb een... Dit is mijn eerste voetpup. Ik ben een dummy. Ik heb die vier van de bek gedaan. Oeps. Maar we hebben... Ivital. Hollow Rare. Nice. Straight for 30. En dan mag je weer... Volgens mij zit er zelf wel van... Volgens mij zit er een reprint van de X&Y-series. Oblivion Wing. Nee, Oblivion Wing is anders. Nee, deze is helemaal anders. Nevermind, ik weet niet eens meer wat ik zeg. Ik ben zo ondertussen van mijn apropos dat ik gewoon echt geen idee meer heb. Oh ja, Vremicator, Incineroar en Super Scooper. Dus eigenlijk best wel een goed pakje. Dus mijn excuses jongens, het ging helemaal fout. Mew, help mij alsjeblieft. Oh, 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 wat maak ik toch een blunder. Oh, 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 oh. Even kijken, goed. Komt omdat die pakjes zo goed dik zitten, laten we het daar maar ophouden. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, nou doen we het goed. Nou gaan we het goed doen. Lighting Energy. Floatzel. Glurk. Die blijft terugkomen. Pokémon Catcher. Bulbasaur. Golette. Croconaw. Litten. Dit kan niet reverse hollow. Larvesta. Een reverse hollow Sophocles. Oké, maar die komt uit Sun and Moon. Burning Shadows of Guardians Rising. Een van de twee, dus... Hollow Rare. Jeetje, jeetje, jeetje. Wat zit hier toch veel in, zeg. Spiral Drain voor 30. Aqua Blade voor 100. En de art echt geweldig gewoon. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben niet zo bekend met Legendaries. Ik bedoel, ik ken natuurlijk de Legendaries van de eerste, tweede en derde generatie. En daar houdt mijn Legendary kennis een beetje mee op. Maar zijn de Legendaries ook echt wel shiny? Want ik bedoel, Mewtwo die was zeker niet zeker shiny. Ik bedoel... Een shiny Mew... Of shiny Ho-Oh natuurlijk, die is ook een mooi shiny Lugia misschien. Die wil ook in zo zitten, dat is ook graag fijn. Oké, mag ik jou weer? Dank je. Gooi het gewoon weer op de grond. Zijn er gebend ondertussen van mij? Bij René doe ik het, thuis doe ik het, ik doe het overal. Goed. Hier is Psychic Energy. Warp Energy. This attack, the discard provides colorless energy. When you touch this card from your hand, when you activate Pokémon switch, the Pokémon will win. Oké, nieuwe kaart. Relegator. Leapark, dit is allemaal nieuw voor mij, jongens. Dat vind ik het leukste. Beuzel, Scraggy, Voltorb, Ekans, Pikachu met zijn hallootje, die vind ik gewoon zo geweldig. Weer een reverse hallo Litten, die vind ik echt gewoon awesome. En Reshiram. Oké, Reshiram. Ik zeg van niet, Reshiram, het zegt bij niks. Maar de art is leuk. Zit awesome. En tot nu toe hebben we allemaal... we hebben één GX en tot nu toe hebben we allemaal Holo Rares. Geen één regular rare. Outrage, this attack does 10 more. De bekende aanval. Scorching Breath 130 en dan kan hij niet aanvallen in de volgende beurt. Zeker heel erg sterk. Even kijken hoeveel pakjes hebben we nog. We hebben nog 4 pakjes, we hebben 1 GX. Kom op. We willen nog een GX pakken krijgen. Maar mogen we niet klaar, hoeveel Holo Rares hebben we ondertussen wel. Misschien is dat het ding van het pakje. Ik weet niet of elk pakje gewoon een Holo Rare zou hebben of zo. Zou zomaar kunnen. Ik weet het echt niet. Laat het weten in de reacties, jongens. Als jullie ook al zo'n pakje open hebben gemaakt. Of als jullie ook al dus zo'n set hebben gevonden. En ruim nou eens je kaarten op. Ruim. Pikachu met hangoren, kijk me boos aan. Eevee, kijk me boos aan. Allemaal kijk me boos aan. Dat ik allemaal foutjes maak. Ik ben gewoon te enthousiast. Oké. Psychic Energy. Arbok. Hier, wie is er? Jungle Totem. Each basic grass energy attached to your Pokémon provides double grass energy. You can't apply more than one Jungle Totem ability at a time. Zeker een handige ability. Doe me een beetje denken aan één energie, dan gewoon twee energie. Dat kan overpowered zijn. Switch, altijd leuk. Stonefish, die kennen we ook allemaal. Minum. Onbeuzel, Buizel, Scraggy, hoe ik het verkeerd uitspreek, ik weet het. Voltorb. Reversed Hollow. Fiery? Geen idee. En nog een briefje van een Holo Rare Palkia. Wauw. Nou hebben we er toch twee volgens mij, of niet? Volgens mij hebben we er twee. Ja, Palkia die hadden we al. Oh. Dat is jammer. Als ik iets niet wil hebben, is eigenlijk een double proof, maar... We hebben maar eentje next.
Ik wil nog eens juist. Volgens mij is het echt een ding. Volgens mij is het echt een ding dat elk pakje gewoon een hologram heeft. Dat kan gewoon nou niet anders. Ik bedoel, of hebben we echt zo ontiegelijk veel geluk? Ik weet het niet. Oké, nou, we gaan gewoon verder. Slecht slapen vannacht. Geef daar maar de schuld aan. Geef gewoon daar de schuld aan. Oké, nou, in ieder geval. Leafart. Electrode. Spiritomb. Totodile. Die vind ik eigenlijk best wel gaaf voordat hij er daarbij zit. Litten. Zou dat Chikorita ook eigenlijk bij zitten? Dat vraag ik maar dan toch af. Ik bedoel, dat is mijn favoriete second gen starter. Dus ja, waarom ook niet. Even kijken. Een reversed holo Ivytal. Die hetzelfde is. Dus je hebt hem reversed holo en je hebt hem holo rare. En oh boy, wees dit wel zit. En Tertiax. Oh, die ziet er awesome uit. Wow, en dit is ook nog eens een keer full art. Holy snijvogels. Oh, deze die is mooi. Combustion, 50 damage, Firefang, 100 damage. En dan met Burn nog eens een keer aan. En Brave Burn GX. Deze tank does 150 damage to one of your opponent's bench Pokémon. Een keer gewoon een bench Pokémon gewoon in één keer mee knock-out slaan. Oh, die ziet er gaaf uit. Denk ik eigenlijk dat Mewtwo niet een full art is? Vind je dat wel een full art? Ik weet het niet! Volgens mij is het een bijna full art. Ik bedoel, ja, volgens mij wel. Oh, die is zo awesome. Wow. Oké, de hype is real. De hype is real. Dit moet gewoon door. Oh boy. Hij zit er vast. Het maakt niet uit welke kant dat je hem open probeert te maken. Het zit gewoon helemaal vast gelijk met superlam ofzo. Ik weet niet precies hoe dat het zit. Oké. Dit is gewoon echt geweldig dit. 1, 2, 3, 4, hoppakee. Jullie zitten alweer naar die stapel te kijken, hè. Ik zou er zelfs op willen inzoomen, maar daar heb ik geen zin in. Dat weet ik fout te maken. Goed. Waterenergie. Leopard. Energy Retrieval. Golurk. Torquet. Dat is eigenlijk de eerste tot we die zien. Totodile. Weasel. Pikachu, met zijn mooitjes. Bulbasaur. Reverse Hollow Bulbasaur. En Keldeo. Oké, bailout. Put a water energy from a disc pile into your hand and Resolute Blade. Does it take that 20 more damage for each opponent bench Pokémon? Oké. Nou. Ik weet niet of elke kaart die we eigenlijk hier uithalen een feest is, nogmaals. Maar ik begin te bedenken van wel. Ik edit er gooi toch nog eventjes die spannende muziek in. Misschien gooien we er nog hier een hyper of een ja, we kijken dadelijk in het boekje wat allemaal mogelijk is. We kijken dadelijk gewoon heel eventjes in het boekje wat we daar allemaal eigenlijk zo in konden vinden. En welke dat we eigenlijk dus het welke favoriet van mij zouden worden en welke natuurlijk niet. En dat soort dingen. Dus goed. Laatste pakje. Ik heb ze nou wel opgeruimd, hè? Ja, ik heb ze nou een keer opgeruimd. Hoe is het mogelijk dat ik ze een keertje heb opgeruimd? Goed. Fairy energie. Zoveel komt er gewoon vol. Warp energie. Twee keer energie, waarom ook niet? Switch. Floatzel. Croconaw. Jinx. Pikachu met hammerhoortjes. Ekans. Torquet. Spiritomb. Reverse Hollow. En weer Verizon. Fairy. Dat beest wat van gras wat we net ook hologram hadden. Ah. Oké. Dus in elk pakje hebben wij gewoon een hologram of een GX gekregen. Damn. Dat is nice. Dat is zeker heel erg nice. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik vind deze art zeker heel erg nice. Maar dan vraag ik me toch af, wat zit er nog meer in? Even het boekje erbij pakken. Yep. Even kijken, wat hebben we hier... Sorry. Ik heb mijn pet hier. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Check die Raichu. Oh, die is wel... Oh, dat zie je die zo niet. Check die Raichu. Die is mooi. Aangezien dat deze er al vaker voor gaan komen, aangezien dat er even promo's gaan komen met buttons en weet ik het allemaal nog meer, denk ik dat het misschien toch wel leuker is om de pakjes gewoon open te maken en niet weten wat erin zit. Dat zou leuk zijn. Oké, ik wist wel dat er geen evoluties in zouden zitten, want dat soort nieuws wordt mij al gelijk doorverteld. Eigenlijk aan de ene kant best wel jammer, maar niet voor mij. Dus, maar goed,
Welke Legendary is voor jou echt favoriet in shiny vorm? Nou, de mijne is Mew, 100%. Mew shiny, echt geweldig, awesome. Die zo, dat is gewoon awesome. Ik moet zeggen, Celebi, die is wel leuk van de Mystery Dungeon series. Maar ik bedoel, dat volledige roze, nee, dan zou ik toch liever Mew. Ik bedoel, Mew is awesome. Maar goed, laat het zeker weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, dan een like achter deze spontane unboxing. Dankzij René Kaart. Wat echt René, dankjewel dat je me hier in één keer mee overvalt. Echt, thanks. Ik vind het echt leuk. Ik hoop jullie gezien te zien bij de volgende video. Wat gegarandeerd. Nou komt er niks meer tussen. Ook al stuurt René mij nog zoveel dozen. Volgende aflevering is een Paper Mario aflevering. Speciaal voor jullie. Dus ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Sweet and day. Eigenlijk zouden ze een keertje gewoon de shiny evoluties moeten brengen.